allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe Euro Truck Simulator. Ik heb even mijn camera uitgezet. Ik vind het eigenlijk leuker om het even zonder camera op te nemen. Ik weet niet wat ik allemaal gedaan heb, maar voor mij zit ik helemaal aan de verkeerde kant van de weg. Of niet? Nee, niet. Oh ja, nee, ik blijf toch in Engeland blijven rondhangen. Nou, we zitten niet zomaar. We zitten in de Truckersampie, jongens. De Truckersampie. Dus ja, we kunnen nu lekker, ja, daar kan ik niet heen, dus hij zegt dat ik daar een bocht moet maken, maar dat kan niet, want daar kan ik niet heen. Dus ik moet even een stukje verder uit verder doorrijden. Ik heb een DAF trouwens, ja. Ik zal te kijken, voor mij kan ik mijn auto een beetje pimpen, maar... Ja, dan moet ik wel heel eventjes naar de dichtbijzijnde garage. En dat is gewoon 197 kilometer. Eentje van de ellende. Maar goed, we gaan even scheuren. En we gaan er even naartoe. En er zijn die nog, hè? De dichtbijzijnde shop. Of de dichtbijzijnde garage. Nou, zo dichtbij vind ik het niet. Het is gewoon 188 kilometer nou. Belachelijk, maar goed. Als je dat te dicht bij zijn garage doet, dan zoek ik maar in mijn bed uit, dan weet ik het ook. Nou jongens, we gaan hier naartoe even rijden. Ik ga dat ding uit, juist. Voorzichtig. Het is hier een beetje smal en een beetje grappies. Ik heb even lekker op het tele bij. En we gaan lekker even eurotrucken. Jeetje, wat een ellende, man. Nou is gelukkig niet echte kilometers. Want als dit echte kilometers hadden geweest, dan had ik echt niet... er naartoe gegaan, dat is echt best wel een eind weg. En dat had ik er echt niet voor over gehad. Dat komt wel later nog wel een keertje. Maar goed, in ieder geval rijden we en scheuren we even langs. In mijn voorhoofd. En wat moeten we nu doen? Ga eens even wat gas nemen, jongen. Ja, je rijdt tegen het verkeer in. Oh, ik moet dezelfde rit gewoon weer terugrijden. Gezellig. Hartstikke leuk. Komen er mensen aan? Er komen geen mensen aan. Dus we gaan deze route gewoon zo weer terugrijden. Even voorzichtig aan. Niet te veel gekke dingen, gekke capriolen uit gaan halen. Gewoon lekker. Ga met die banaan. En we zijn hier. Ja, we zijn op de goede weg. En de kilometers die schieten voorbij, jongens. Die schieten voorbij, echt waar. Als paddenstoelen uit de grond. Dat is nog maar zo'n 136, dus ja, dat is niet echt een heel eind rijden. Ja, je zou zeggen van joh, maar waarom rij je nou zo ontiegelijk hard? Maar ik hou gewoon van de piekgas erop. No time to waste. Ja, ik heb gisteren heb ik de Truckersampie gedownload.
was nog wel heel gedoe. Moest mijn privé, mijn profiel stond op privé, dan moest ik hem vanaf halen. Gedoe allemaal. Zegt dat ik goed rijd. Hier ga ik door je twijfelen aan mij, hè? Want joh, rijd ik nou goed of rijd ik nou niet goed? Ja, hij zegt tot nu toe dat ik goed rijd. Dus als dat goed is, ja, waarom zou ik het dan veranderen? Nee, nou geeft hij weer niet aan dat het goed is. Nee, ik ben verkeerd gereden. Jeetje, zeg hé. Ja, 225 kilometer, daar heb ik echt geen zin in. Dan moet ik er helemaal op gaan rijden. Er is ook geen stiekem weg, hè. Ik ga even stiekem sluipen. Ja, hier zou ik stiekem kunnen sluipen. Ik kan wel kilometers inpikken natuurlijk. Het is me nog gelukt, hè? Wat zegt hij nu? Kijk, 119, zie je wel? Soms moet het ook wel een beetje, een klein beetje vals spelen. Want ik heb natuurlijk wel een klein beetje vals gespeeld, mag eigenlijk niet. Maar goed, ik had echt geen zin omdat het scheelt gewoon 100 kilometer. Zo erg gereden.
ja. Lekker hoor. Nou, een keertje geen kochie, een keertje gewoon wat vrij particuliers. Zou je dadelijk echt zien, hè? Let maar op dadelijk. Dan heb je dadelijk, ik heb 100 miljoen, heb ik. Ik zou een groot worden of zo. Echt waar. Daar heb ik echt zo'n gevoel van. Ik ga nog ergens in de middle of nowhere op de snelweg. Ik moet daar toch ergens inkomen. Londen. Ja, we gaan inderdaad nu Londen binnen. Zie je mensen, hè? Kun je in de plattegrond zien, al die blauwe stipjes, dat zijn allemaal spelers. Leuk is dat. Ik had verwacht van, nou, dan is het misschien minder druk of zo, want het is best een groot spel. Dus de spelers zullen best wel in de modderfield zijn, dat je ze niet gauw tegenkomt. Maar je ziet toch dat ze aardig. Aardig wat spelers tegenkomt. Oh, ik moet trouwens aan deze kant door links rijden. Oké, okay. Nee, hier nog niet. Nee. En hier is de Volvo dealer. Een Volvo dealer, terwijl ik een DAF heb. Oké. Okay. Jezus, ik zei het, hè? Jeetje, ik zei het, hè? 18 uur. En het is 6:30. Echt voor jouw loewe er naartoe gereden. We gaan even een ding doen. God jeetje, zeg hé. We zijn al in Londen, dus we moeten eigenlijk bij de arbeidsmarkt. Moeten we eigenlijk iets hebben van Londen ergens naartoe of zo? Zit dat erin toevallig, jongens? Hebben we toevallig Londen? Londen? Ik zie niks in Londen. Ja, hier ook. Grootzak! Wat een eikel zeg! Wat een enorme klunt zeg, die roze. Ja, duikt er weer. Idioot! Idioot. Die gozer gaat reporten. Wat een eikel zeg.
vrij cool. Waar moet ik nou heen, jongen? Ja, ik denk daar zo. Ja, nou, dag. Mensen, vaste spelen, ga ik er doen. Hoppa. Nou, dat heb ik toch gedaan? Ja, die. Die wil ik hebben. London. Lille. Nee, achteruit. Achteruit, jongen. Ik heb hem maar aangepikt. Engels is natuurlijk links. Ja, je moet naar een werkplaats repareren. Wacht, we gaan even terug. Aha, even wel, dus de hele tijd indruk. Moet ik er 1 hebben? Ah, 52. Nou, daar ga ik wel mee. Daar ga ik mee akkoord. Daar ga ik helemaal mee akkoord. Enter. En ik wil graag mijn vrachtwagen onderhoud en reparatie doen. En repareren. Hoppa. En dan vrachtwagen configurator. Voor mij kan je nog helemaal niks kiezen, hè? Grappig. Nou, dit kost gewoon... Ja, ik heb hem. Lach, joh. Een motor. Zo. Gaaf, joh.
Zo, gelijk even wat meer PK's gedaan. Maar waarom kan ik nou niet meer doen? Juist. Die moet ik hebben. Jullie doen het net alsof ik al klaar was, maar ik ben nog helemaal niet klaar. En de motor had ik gedaan, ja. De versnellingsbak. Ja, dat schiet gewoon echt niet op. Dat is gewoon hetzelfde. Nee, jongen. Nee. Dat gaan we niet doen, hè. Daar heb ik echt geen zin in. Lakwerk. Aangepaste kleur. Kijk. Ja, ik hou graag van geel, jongens. Ik hou graag van geel. Ik vind geel mooi. Nee. Ik wil geel. Nee joh, niet die kleur. Gewoon lekker geel. Zo. En hoe doe ik dat dan? Als ik voor keuze wil. Juist. Ja, en dan? Beyond Borders. Nee. Waarom doet hij dat dan niet? Die moet ik hebben. Nee. Kijk, die. Kijk, en heb ik een gele truc in plaats van een mooi man. Ja, dus dit dan aanpassen. Wat kan ik allemaal nog aanpassen aan dit? Kunststof is zo. Engels. Oké. Mijn naam past er niet helemaal in. It's Ultrex, maar ik mis een X. Ah joh, keihard verrotte. Oh, die komt uit staan. Leuk. Leuk. Mobiele telefoon. Navigatie. Oké. En Hero. Dit dan, line-up, Jewel, Arau, Timicus. Oké, nee, dat is niet, dat hoef ik niet te hebben. Ja, dat wil je die doen. Dan kan je al die vlagjes allemaal ophouden. Lachen. Holland, Legend, en dan Volvo. Nee, ik moet Volvo hebben natuurlijk, hè, Volvo. Nee, ik rijd DAF. Nee, geen ding. Dus ik moet DAF hebben. DAF. Zit er geen DAF tussen? Deze DAF. Wat kan ik dan nog hier veranderen? Nee. Druk eens MP. Die vind ik eigenlijk mooier. Voor mij hebben we nu verder alles gehad. Toch? Dan kan je nog meer behandelen. Hero. Chauffeursplaat. Nee. Die. Nee. Stoel.
Tijdschriften. Oh ja. Daar kan je dan ook nog allemaal van die spullen erin zetten. Grappig. Een hero, wat kan ik hier doen? Een veiligheidsraam. Standaard. Een veiligheidsraam. Hier kan ik ook nog een. Kan ik daar nog een. Lucht verfrissen? Nee. Een vampierenhoofd. Een vikinghoofd. Oké. En dan doe ik. Wat kan ik hier nog allemaal aanpassen? Je kan er best wel een hoop doen. Dat kan ik nog niet doen. Ah, gaaf. Die is ook wel leuk om te doen. Ik vind het gewoon leuk om eventjes die alles een beetje te veranderen. Wat kan je hier dan nog veranderen? Oh ja. Oh ja. Ja. Runner. Hero. Kijk nou joh, grappig. Kijk in hier, echt alles kan je hier veranderen. Juist. Nou, ik vind het allemaal wel best eigenlijk. Hoe ben ik nou kijk, 15. Nou, toch wel weer leuk hè. Even kijken hoe ziet mijn wagen eruit. Wat heb ik nou weer joh. Kijk, ze rijden gewoon dwars door me heen, hè. Grappig, joh. Dat hebben ze eigenlijk denk ik gedaan omdat het anders te veel ding is. Maar ik heb in ieder geval mijn truc in ieder geval een beetje aangepast, jongens. Dat vond ik wel heel erg leuk, om mijn truc een beetje aan te passen. Hier, komt weer een zwarte Ace vrachtwagen. Die staat op mijn plekje. Verkeerd, help! Ga je nou aan de goede kant van de weg, jongen? Juist. Nou, mijn wagen is wel een beetje gepikt, hè? Mijn wagen ziet er wel een stuk beter uit dan dat ik dacht. Want het zag er wel heel. Ja, het zag er wel heel erg. Kaal uit allemaal. Nu zie je tenminste al een klein beetje ja, er een stuk mooier uit. Extra dingetjes erin en zo. Vond ik wel heel erg leuk.
Zo, nou. Dan is het. ...331 kilometer, jongens. Oh. 331 kilometer moet rijden. Ik kan naartoe komen trouwens, naar Dover moet ik, ja, dat klopt wel, ik moet natuurlijk Engeland uit, hè. En hoe kom je Engeland uit? Ja, door de boot te nemen natuurlijk. Of gaat dat niet lukken? Wel de boot hebben. Ik ga lekker keihard door. Ja, dan gaan we Engeland weer achter ons laten. Dus. Dan denk ik van ja Marco, maar je overtreedt nou eigenlijk de regels door te hard te rijden. Nou, ik rij 110 en die voorliggers voor me houden er eigenlijk ook niet aan de snelheid. Ik heb ze nog steeds niet kunnen halen. Dus. Even kijken, Dover, ja.
heb een iets krachtigere motor. Daar gaat de moeite mee hoor. Zegt hij daar, zegt hij sergeanten. Maar even naar Dover. Ja, met de bom geven aan dat het gereden. Ja, dat zie je wel. Natuurlijk niet de plek zelf zijn Dover. Ja, dan gaan we Engeland weer verlaten, jongens. Het zal niet voor lang wezen. We zullen best wel een hele keer in Engeland gaan. Maar ik ga weer lekker terug naar... het gedeelte waar wij vandaan komen. Mooi dan. Ja, ik rijd te hard. Ik rijd te hard. En ik ga lekker Engeland verlaten. Ja, nu. Wat heb je nou? Nou, die moet dus trouwens. Ja. Ik zie nergens staan, dus we pakken dan deze wel, dan zie je daar ook iemand aankomen. Maybe it'll net up for it.
net goed, hè? Dan gaan we weer goed, niet goed. Ja, je moet echt een stuur leggen. Dan moet je gewoon niet tijd om je stuur te pakken. We gaan dan een stuk beter. Ja, nou zegt hij dat die kant op moet. Ja, hallo, wat willen we nou, jongens? Ja, die wou maar lekker even. Ja, ze gunnen je ook helemaal niks hoor. Je moet het echt zelf oplossen. Nou, ik ben schade, verdikkie. Kijk, gewoon voor je gaan staan, hè? Nou, oké, jongen. Ga er dan even voorbij. Als het zo moeilijk is, kan het makkelijk even voorbij gaan. Ik ga wel tegen het verkeer in. Maar daar heb ik schijt aan. We hebben een wakkan. Nee, helpen doen ze hier niet, hoor. Ja, naar de... Zo de mythe, heel veel plezier, maar niet daar naartoe. Daar is wel ergens een ding, maar ik snap niet waarom ik dat naar de provincie doe. Zo jongens, we zitten weer aan deze kant van Europa. We zijn in Nederland. Gaan we naar Frankrijk. Gaan we naar Frankrijk doen. Koekenbakken. Oei, 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 dat is wel heel erg hard. Kom op, jongen. Hoe kan ik er nou uitkomen? That's the question. Iedereen? Getuind, in ieder geval goed getuind. Ja.
Nou, wat doe je nou, joh? Steek je middenvinger op. Wat een koekenbakker, joh. Ja, je doet er maar in weg, fabrikant. Kijk lekker tegen de week aan, jij. Duitsers, Nederlanders. Het is echt een internationaal spel, is het. Nou, ik hoef niet meer te rijden, jongens. Ik hoef er maar 58 kilometer te rijden, ik hoop. Nou, ik hoef me hier nou echt een beetje irritant te worden. Help eens uit. Ik weet even niet meer wat de groep was van de dingen, maar ja, we zijn er ook bij. Was het de I? Nee. Was het de U? Nee. Was het de I? Nee. Was het de T? Nee, niet op koppelen. Was het nou, jongens? Jeetje, wat was ook weer de... Dit is de lichte. Ja, ik weet echt niet meer wat voor klok het is.
Het is tijd dat ik al die poep op ga schrijven, want het zijn er zoveel. Ja, het is echt vervelend. Sommige dingen zijn echt vervelend. Bakken zie je de toets hebben. Een of andere koek gebakken. Het. Er moet echt nog een hoop dingen gedaan worden hoor, want ik ben nu wel aan het rijden, maar er zijn nog een hoop dingen die ik moet ontdekken, dat ik pas echt een ervaren drijver ben. Waar rijdt nou op? Wat zit er nou achter? Nou, we hebben het netjes opgelost. Dan moet ik alleen even kijken, jongens, want het moet hier ergens wezen, maar waar? Is dat daar zo, joh? Meen je dat nou echt? Moet ik echt door dat hele smalle steegje heen? Oh ja, zeg, hele smalle steegje heen. Ja! Nou, dag hoor, ik vind het best. Haasten, dus bevestigen. Hoppakee.
En doorgaan. En rij je maar met die appies. Nou jongens, dat was hem weer. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zou ik zeggen jongens, tot de volgende video. En vergeet even niet eventjes deze video te belonen met een dikke duim omhoog. En abonneer dus als je dat nog niet gedaan hebt. En druk op het belletje. En dan kan ik alleen maar zeggen, tot de volgende Eurotrip Simulator jongens. Groetjes van deze kant. En tot de volgende. Bye bye. Hoi.